Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw. Mag ik vragen allereerst hoe u heet? Mijn naam is Joop van Leeuwen. En u bent gelaregectameerd? Sinds 1994, 25 mei 1994. Oké, dus dat is al 16 jaar geleden. 16 jaar. En toen kreeg u het nieuws. Wat dacht u dat u daar, ja, wat er daarna zou gebeuren met uw leven? Had u daar een beeld bij? Of, Nou, ik zal je vertellen. Ik had een uitstekende patiëntenvoorlichter aan mijn bed. Oké. En die heeft me en mijn kinderen thuis eerst opgezocht. Toen in de AMC weer bezocht. Ja. En hij praatte zo makkelijk. Ik dacht, nou, als ik er zo afkom, teken ik ervoor. Ja, ja. Nou, dat is eigenlijk gebeurd. Ja. En na 4 dagen in het ziekenhuis gelegen te hebben, zei zo'n verpleger, ik heb een nat washandje, doe dat op je stoma en probeer eens te schreeuwen. Nou, dat deed ik. Er kwam meteen een hoop geluid uit. Ik denk, nou, praten lukt straks. Ja. Nou, en daarna is het allemaal vanzelf gegaan. Ja, nou, geweldig. Dus, dus u vindt, als u nu erop terugkijkt, hoe vindt u dat uw leven nu is? Uitstekend. Ja. Meer dan uitstekend, wat ik voor die tijd niet verwacht had dat ik er zo mee om kon gaan. Ja. Mede mevrouw daar ook ja. makkelijk mee omgaan, de ja. kinderen. En niet vergeten, ik heb 4 kleinkinderen en die drukken bij opa af en toe op het knopje. Ja, ja. En dan komt er, dus die weten niet beter. Nee. Dus ik heb er geen enkel probleem mee. En uw sociale leven, bent u daar gewoon mee verder gegaan? Uiteraard, ik ben dus in 1994 geopereerd en dat was eind mei en september was ik alweer aan het werk. Ja, ja. En dan moet ik veel spreken in ja. de openbare okay. vergaderingen. Ik moet naar Nuremberg voor mijn bedrijf. Dus overal moest ik toespraken houden. Ja. En voor de jubilaris in mijn bedrijf hield ik al de toespraken. Dat mijn vrouw had natte handen van de spanning. Ja, ja. En ik stond op het toneel 4 toespraken daar, meer dan 1,5 uur. Ja. Alleen een glaasje water. En voor de rest ging allemaal prima. Goed. Dus ik heb een helemaal geen last. Ja. En als u nu iemand tegen zou komen die zegt, nou, ik heb net de diagnose gehad, ik moet die operatie ondergaan, heeft u dan nog advies voor zo iemand? Of wat zou u nou, tegen die persoon zeggen? Je krijgt natuurlijk geestelijk wel een tikkie te verwerken. Dat is duidelijk. Maar ik denk, als je er positief tegenover staat en je hebt het voorbeeld zoals ik dan zou zijn voor ja. die man. Ja. Dat je zegt, god, hij kan nog alles, hij voetbalt nog. Ja. Hij heeft nog jaren gewoon gewerkt. Dus er is meer mogelijk dan we denken. Ja. En blijf optimistisch. Ja, nou geweldig. Nou, hartelijk bedankt. Ja, dank u wel.